Mijn naam is Leo Jansen. Ik werk bij Hagens ING. Op 3 oktober wordt in het Van Gogh Museum de nieuwe bloemlezing uit de brieven van Van Gogh gepresenteerd. Dat is een uitvloeisel van het grote Van Gogh brievenproject dat in het Van Gogh Museum is uitgevoerd in samenwerking met Hagens ING. Het project liep van 1994 tot 2009, 15 jaar lang. En het heeft in eerste aanleg een grote wetenschappelijke webeditie opgeleverd. Maar daarnaast ook een grote volledige uitgave in boekvorm. En nu is er een bloemlezing, een ruime selectie uit de brieven van Van Gogh. De bloemlezing is zo royaal, kun je zeggen, dat je daarin de hele Van Gogh wel terugvindt. En de hele Van Gogh, dat wil zeggen een man die op een heel eigen manier naar de wereld keek. En die, die alleen maar bezig was met het zoeken naar een plaats in die wereld waarmee hij zich verdienstelijk kon maken. In die zoektocht kom je met hem samen in die brieven op allerlei terreinen. Op literatuur, op kunst, op wereldbeschouwing, levensbeschouwing, godsdienst dus ook. Dus het is een boek dat zowel over zijn kunst en zijn leven heel veel vertelt, als heel veel leert over grotere zaken in het leven. Dagenlang ben ik volkomen in de war geweest, zoals in Arles. Even erg, zo niet erger, en het is te verwachten dat die aanvallen in de toekomst weer zullen terugkomen. Het schijnt dat ik vuil van de grond opraap en opeet. Hoewel mijn herinneringen aan die slechte momenten vaag zijn en ik de indruk heb dat er iets niet in de haak is. Nog steeds om dezelfde reden dat ze hier een of ander vooroordeel hebben tegen schilders. De brieven zijn zo gekozen en het is ook zo ruim gekozen dat wie dat boek gelezen heeft met recht kan zeggen dat hij de brieven van Van Gogh kent. Het is dus niet vanuit een bepaald perspectief gekozen selectie uit een periode of met een bepaald thema, maar echt de hele Van Gogh komt erin aan bod.